De VVD-fractie in de Provinciale Staten stemde vanmiddag in met de toekenning van 35 miljoen euro voor het Groninger Forum. Voorwaarde is wel dat de stad toezegt dat er een kabelbaan komt als daar de financiering van rondkomt. Daarmee staat niets meer de komst van het Groninger Forum in de weg. Volgens de liberalen is het Groninger Forum alleen geen werkelijke economische impuls voor de binnenstad. Volgens de VVD geldt dat wel voor de kabelbaan en de nieuwe oostwand van de Grote Markt. Dat belang gaf volgens de partij de doorslag om ja te zeggen tegen het Groninger Forum. De fractie wil dan wel een keiharde toezegging van het gemeentebestuur dat de kabelbaan aangelegd wordt als er een particuliere ondernemer voor te vinden is. Wij hebben de dingen die Terlouw erbij gehaald heeft, hebben wij als voorwaarde gesteld. Nou, en ik vind dat je dat best zou kunnen doen. En dat die weg die wij hebben gemaakt niet alleen te maken heeft met dat wij nu in het college zitten, maar dat het een totale afweging van het geheel is geweest. Ik ben zwaar teleurgesteld in de opstelling van de Statenfractie op dit dossier. Ja, het is ook zo, ja, die kabelbaan op basis is toch wel heel erg dun. Dat ze de hoop vestigen toch op de kabelbaan, dat die er komt. Nou ja, dat klopt. De uitspraak van Frank de Vries in het Dagblad van Noorden, samen met wat gespreksverslagen van overleggen tussen BMW en GS zijn aanleiding geweest om dit zo te doen. Ik zal overigens wel de uitspraken van Frank de Vries vanochtend aan de raad voorleggen in de raadsvergadering van 20 juli om te kijken of daar wel een meerderheid van de raad voor te vinden is. En anders hebben we volgens mij weer een nieuw probleem. We zijn jullie al zo lang bezig, maar dit voelt eigenlijk echt dat jullie nu echt aan de slag kunnen? Ja, zo voelt het precies. We zijn natuurlijk een hele tijd hiermee bezig, zoals je zegt, dat klopt. Pieken en dalen, ik dacht je bent er, was je er weer niet, gebeurde er weer wat. Nu heb ik echt het gevoel dat we aan de slag kunnen. Omdat je gewoon, nou ook aan allerlei partijen die best wel geïnteresseerd zijn, kan zeggen dat het Forum er komt. En anders moet je altijd die slag om je arm houden en dat helpt niet.